Thomas Pol, 0-1 winnen in de Cool en ook nog matchwinner zijn. Hoe voelt dat? Goed, ik ben blij en blij met de overwinning, 3 punten en een goal. Dus ja. Een bijzondere avond, want het was ook super overtuigend. En ja, dat is misschien nog wel het mooiste aan deze hele avond, toch? Ja, dat zei ik net ook al. Ik denk dat het mooiste is hoe we hem over de streep hebben getrokken. Ik denk een eerste helft met gewoon heel goed voetbal, dominerende ploeg. En de tweede helft gewoon heel veel was over de streep getrokken. Dus ik denk vooral de manier waarop hoe we het doen is nog meer typerend. Ja. Die eerste helft eindigde het uiteindelijk in 0-1, maar het had ook 0-5, 0-6 kunnen staan. Dat is toch bizar eigenlijk? Ja, we hadden veel kansen en speelden goed voetbal. Hij ging er net niet in, maar uiteindelijk hebben we wel gewoon over de streep getrokken. En ik denk dat die 3 punten voor nu ook het belangrijkste waren. En dan staat er iemand op de goede plek. Je moet er staan. Ja, ik zat gelukkig op de goede plek. En hij kwam ook gelukkig op mijn linkerpoot. Dat is natuurlijk ook wel belangrijk. En ik ben blij dat ik hem erin kan schieten. Daarvoor had je ook al een aantal pogingen met rechts. Die ging ook nog maar net voor langs. Het was voor jou eigenlijk een hele solide wedstrijd, toch? Het was uiteindelijk een prima wedstrijd. Het was ook fijn. We domineerden de eerste helft en ik kon ook in die positie net komen. Ik had een schot met rechts, kon nog een keer met links. Dus ja, het was wel fijn hoe we speelden en dat voelde ook goed. Alsof je er wekelijk staat, want dat is natuurlijk niet altijd vanzelfsprekend. Maar die connectie ook met Benjamin Pauwels, dat liep lekker, hè? Ja, maar ik moet zeggen, het is ook lekker met Benji spelen. Want je geeft hem die bal, hij maakt een actie en hij gaat er voorbij. Dus ik vind dat wel lekker met Benji spelen ook inderdaad. Henk, 0-1 winnen bij VVV, maar met name de manier waarop. En wat een weergaloze eerste helft. Ja, die was echt heel goed. Dan moet het eigenlijk 0-5 staan. 0-4, 0-6, 0-5. Ja, dat is echt... Was genieten dat die jongens dit doen en dat ze dit kunnen zo oprichten met z'n allen. Dat is ook de club. Iedereen gaat weer mee. Hè. We hebben even gevoeterd, wat terecht was. Wat ik ook steeds zeg, terecht. En dan richten we ons weer op en dan gaan we weer. En als we dit kunnen, dan kunnen we nog veel, veel meer. Hè. Want dat gaat de komende tijd ook gebeuren. Ik vond de eerste helft weer gelukt, maar ik ben eigenlijk trotser op de tweede helft. Hè. De gele kaarten, het vechten, het knokken voor elkaar. Dat er een team stond wat even niet meer geweldig voetballen. Want hè, dat moet later wel, daar moeten we wel weer heen. Maar dat ook knokte voor elkaar. Ze noemden elkaar bij binnenkomst ook soldaten. En er werd geschreeuwd en gezongen. En, dat is mooi. Mooi voor heel Cambuur. Mooi voor al onze supporters. Echt hartstikke blij mee. Ja. Vooraf zei je nog, het wordt misschien niet de mooiste wedstrijd. Ja, dit had toch niemand verwacht. Zo'n reactie na zondag. Ja, maar dat zeg ik steeds al. Wij kunnen zoveel. We staan te laag. Niet door zondag, want dat was terecht. Dordrecht was terecht. Maar die andere wedstrijden moet je gewoon dik winnen. Net als nu. Alleen we geven ook weinig weg. Nu had de keeper, hè, want we hebben ook een hele goede keeper. Dus die pakt nog één of twee ballen. Maar ook de rust in het laatst van onze keeper, hè, dat is zo lekker. Nou, maar het is een mooie teamprestatie. Soldaten, dat waren het ook, want vandaag waren die gele kaarten ook aanwezig. Hè? Ja, kijk, van de week, die Benjamin Pauwels, die hebben ze vooral met 4 gele kaarten. Maar heeft helemaal gelijk aan, hebben ze goed gedaan. Dat mannetje is weergeloos. Hè. Dat is een groot talent hoor. He, maar ook kijk eens naar de andere kant, he, naar Tyreek en naar Matthias Narti. Die jongens die worden ook fit, maar Narti ook weer eens lekker fit. Daar ben ik zo blij om voor die gasten, want die jongens staan ook in de picture. Maar daar gaat het niet om, het gaat om ons team en onze club. Ja. Je noemt er even een paar. Thomas Pol wordt uiteindelijk de matchwinner, die staat op de goede plek. Maar ook daarnaast levert hij een hele goede wedstrijd af. Hoe blij ben je voor hem? Maar hij heeft het even nodig, dat hij... Niet onzeker zijn, dat heeft die jongen niet nodig. Die moet gewoon knallen. En ik zeg wat, je moet gewoon denken, heb je dat oranje shirtjes van de wissels? Dat heb je aan, want dan is je weergeloos. Dus daar heb ik ook steeds met hem over. Maar ook de bank, hè, hoe die reageerde, want sommigen hebben nu niet gespeeld. Maar hoe die bezig waren met het team, ja, dat is echt genieten. Het was natuurlijk genieten, want jullie speelden ze bij Vlagen helemaal kapot die eerste helft. Maar ik had het er net met Peter van der Vlag over. Die zei, eigenlijk was de tweede helft misschien ook nog wel mooier. Want het voetbal was misschien niet zo mooi, maar die strijdlust die je zag, dat was ook geweldig, toch? Ja, ik vond het inderdaad, het was gewoon mooi. En dat die eerste helft was wat we nodig hadden, dat goede voetballende. En wat we leek te zien van, hey, we konden hun onze wil opleggen en een mooie helft spelen. En die tweede helft denk ik gewoon dat heel volwassen is. Weet je, je kon gewoon vast over de streep trekken. En ik denk dat beide helften gewoon apart van elkaar gewoon heel, heel mooi waren in wat we konden laten zien. Je liep op een gegeven moment ook op je laatste benen volgens mij, of niet? Ja, ik liep op een gegeven moment, was het wel de laatste minuten, liep ik op mijn laatste benen. Dus ik ben blij dat we hem uiteindelijk nog eroverheen konden trekken. Iets wat me ook niet onbenoemd mogen laten. Ze kregen natuurlijk, hè, ze pompen die ballen erin met die twee beren voorin. En dan staat Thijs Jansen ook weer op een goede plek. Ja. Die had mooi een paar reddingen. En die hielp ons ook doorheen. Dus het is mooi dat we iedereen vandaag aan boord hadden. En het over de streep hebben kunnen trekken. Ja, hij is een uitstekende keeper. Uitstekende keeper. We hebben nog drie goede keepers. Dus ik ben ook heel tevreden over mijn doelmannen.
En hoe ze ook met elkaar werken, met Peter van der Vlaag. Dus, maar rustig, één zwaling mag geen zomer. We hebben nu even een weekje langer de tijd. Dus even lekker genieten. En toch, na zo'n week, het uitvak, dat scandeert ook. Henk de Jong, Henk de Jong. Dat moet toch ook iets met jou doen? Ja, tuurlijk man. Maar ik ben te gek met Cambuur. En met mijn supporters. Ik speel altijd voor mijn supporters en mijn sponsors en wat het ook maar is. Daar spelen we voor. En daar we nu een compleet nieuw team hebben, dat vergt even tijd. Maar we komen er wel. Straks staan we weer boven, bij de bovenste. En dat is nu nog niet, maar dat komt wel. Hoe knap vind jij deze reactie na alle kritiek die er ook zondag was? Ja, goed. Dat is natuurlijk, zondag was gewoon een mindere wedstrijd. Dat weten we allemaal. En ik vind het wel knap hoe we als team dat nu kunnen omdraaien. En zeker zo'n eerste helft gewoon gelijk kunnen knallen. En dat zat er ook wel in. Dat merkte je ook van tevoren wel. Iedereen had zin om het te bewijzen, om het te laten zien. En die energie zat in het team. En ik ben blij dat dat eruit kwam. Ja. Kun je dat dan ook duiden, dat zoiets er dan ineens wel uitkomt? Want iedereen heeft het erover. Het zit er wel in, maar het komt er steeds niet uit. Hoe komt het dan dat het vandaag wel uitkomt? Ik vind het heel lastig. Maar ik heb altijd gezegd, we hebben wel echt een team met heel veel kwaliteit. En die het gewoon kan. En dat kwam er gewoon net niet goed uit. En ik weet niet, nu voelde je gewoon van, zeker in die wedstrijd en ervoor van, het gaat gebeuren. En ja, dat is heel moeilijk te omschrijven, zo'n gevoel. Maar uiteindelijk lukt dat wel. Nog even kort over jouw situatie, want je staat nu natuurlijk in de basis. Je hebt jezelf ook weer laten zien. Hoe bijzonder voelt dat dan voor jou nu even? Dat voelt goed. Je wil natuurlijk, zeker als je weer basis staat, wil je jezelf laten zien. En wil je jezelf bewijzen. En dan ben ik heel blij dat zo'n wedstrijd zo eindigt.